Hulk, ga je inhalen, Milan? Pas maar op, hoor. Ik pas op. Dit is Mario Party 6, Diego. Ja, dus die gaan we lekker spelen en dan doen we zo van, jee. Ja. Of nou, eigenlijk doet Milan dan zo van, jee, en dan doe ik van, nee. Sander doet zo van, oké, ik doe wel mee, maar liever zou ik shiny hunten. Ik ja, eigenlijk wel, ja. Ik doe het liefst zo. Nee, grapje. Oké, wacht even. Wie moet ik zijn? Ik moet Yoshi zijn volgens de stream. Oké. Ik ben Yoshi, jongens. Milan is Luigi. Oké. En dan doen we... Nee, Bowser Jr. doen we niet. Toad. Normal. En... Mijn favoriet, Daisy. Nou, dan geef ik jou eventjes... Min 1 ster... Oh, dat kan helemaal niet. Nou... Dat is sad, wat teleurstellend. Hè? Dat je zo ik vind niet zonder. Eens sterren in de min staan. Dat je dat nodig hebt om te winnen, zonder. Dat is wel terug. Nee, dat heb ik niet nodig. Want dan win ik ook waarschijnlijk nog steeds niet. Als je dat maar door hebt. Nou, dat heb ik door. Wanna hear ja, about ik, ik zou het wel even doen voor de zekerheid. Oké, okay. Nou, we doen het. We doen het. Nee, het is niet voor de Switch, Diego. Dus Mario Party 6 voor de GameCube. Er is wel een Mario Party voor de Switch. Ja, dus... en er komt ook een nieuwe Mario Party voor de Switch. Ja, daar ben ik echt hyped voor. Ik ook. Al mijn geld gaat weg aan Nintendo, echt hoor. Oh, Daisy mag weer als eerst. Waarom heb ik Daisy gekozen? Ik heb er nu al spijt van gewoon. Even voor jouw duidelijkheid, Diego. Ik ben Luigi en Sander is Yoshi. Ja, en voor mijn stream, kijk eventjes links, dan zie je het. Ja. Dank je. Dan hoef ik het niet te zeggen en dan weten jullie gewoon wie is. Degene die eerste staat is waarschijnlijk Milan. Degene die laatste staat is waarschijnlijk ik. Oh, ik heb een idee. Misschien dat ik er nog wel... Dat ik hem er nog wel in heb staan, wacht. Wat? Eentje met Yoshi en met Luigi, maar zo te zien niet, nee. Nee! Waarom? Het gaat nu alweer helemaal fout. Ja, Sandy, je krijgt wat je verdient. Waarom verdien ik dan niks aardigs? Omdat je het niet verdient. Oeh, 1. Ja, gezellig, Toad. Dat vind ik mooi. Ik ga lekker met Toad een party vieren. Ik heb nou helemaal alsnog niet bij de regels opgelet van dit bord. Nou ja. Ja, dat is jouw fout. Dat klopt. Ik kan niet uitleggen hoor, nee. Kijk er maar. Oh, dit is kut waarschijnlijk. Ja, je moet zorgen dat je zo ver mogelijk van die inktvis vandaan blijft. Ja, maar dat wordt waarschijnlijk heel lastig. Kunnen we ook beide winnen? Is dit gewoon op tijd of is het gewoon oneindig? Er is ook op tijd, maar meestal... Ja, ja maar wij zijn natuurlijk alle twee hartstikke goed. Dus... Dat klopt. Ho. Ik moet zeker niet tegen die dingen aan botsen. Oh, ja, nee, dat dus niet. Niet Yoshi. Yoshi, ik hou van je, maar doe dat eventjes niet. Ja, je hebt gewonnen. Ja! Pro Master Gamer hier aan de play. Mhm. Dat was echt perfecte zin. Zeker, zeker. Als je dat maar weet. Kijk, nu sta ik dus weer eerst, hè. Kijk, nu klopt het. Ik zou er even van genieten als ik jou was. Nou, doe nou niet zo. Maar eigenlijk is het in deze map juist heel chill om niet veel te gooien. Als je dan eenmaal bij de ster komt, dan heb je meer coins. Ja, dan kun je meer kopen. Kopen. Dan kan ik hamsteren. Hamsteren. Ja, en dan gaat Irma zo doen, zo van... Je ziet mijn facecam niet, maar... Haha, loser! Tjonge. Ze had wel haar best mogen doen van mij, hoor. Ik bedoel, ze had niks hoeven winnen, maar ze had wel iets beter haar best mogen doen. Echt, hè?
5. Daar heb ik wel eens eerder van gehoord. Nou, ik ga wel even kijken. Kijken, maar niks kopen. Oeh. Nee. Hey, jij ook hier, Milan? Ja, ik ga snel weer weg. Wat leuk. Oh. Jij denkt, ik zorg gewoon dat ik standaard 5 stappen van hem verwijderd ben. En dit ding zorgt ervoor dat je stopt, zeg maar, met lopen, maar het is toch mijn laatste stap, dus dat maakt niet uit. Oh, dat wist ik niet. Ik denk gewoon, je komt erop, dus dat is de laatste. Zo werkt dat niet. Oké, okay. Catch you later. Snap je hem? Eigenlijk later, van zo'n Verelicator, weet je wel, ken je die? Je moet moet gewoon move. Ja, je moet van die letters... Wacht, echt alleen maar mover? Oh, ja. Ja, je moet op een letter lopen en dan moet je ze volgens mij aan die... aan die Shy Guy geven. De Shy Guy. Oh, Shy Guy is de postbode vandaag. Dat verlegen mannetje. Pieter Post. Ik weet verder niet hoe die gaat, maar dat maakt niet uit. Ho. Hey. Iedereen zit ook bij die Shy Guy te stalken. Gast, doe even rustig, jongen. Die Shy Guy heeft ook een leven of zo, schijnt. Nou ja. Oh, een love letter. Love letter. Geef mij die love letter, Daisy. Godverdomme. Oh, waarom heb ik Daisy ingesteld? Nee, Daisy. Doe nou niet. Kut. Je wint. Oh, anders had ik gewoon als zij die love letter niet had gepakt. Dat klopt, ja. Dat is wel jammer. Dat is zeer jammer. Ik al zonde in het Engels. Daytime. Oké. Hoeveel turns hebben we eigenlijk ingesteld? 20. Ik heb niet eens opgelet. Oh, ik ga je inhalen, Milan. Pas maar op, hoor. Ik pas op. Jij gaat mij nu waarschijnlijk weer inhalen. Maar dat maakt niet uit, Deze man. Oh, hij gaat zeker weer winnen. Ja, hij kan dit. Ik, dat bedoel ik, hij kan dit. Teleurstellend. Ja, 10 coins, dat is wel nice. Nou, technisch gezien 5, want... Ja. Je hebt je inzet. Je hebt ook 5 ingezet, dus ja, dan... Je winst niet 10, in principe, maar... Nee, dat heb ik ook niet. Die gaat hard, jongen, echt, die loopt. En maar lopen, echt hoor. Je is al een heel rondje, ja. Nou, dat zou je zeggen. Ken hem wel. Hij is, zoals ze noemen, fast as fuckboy. Oké, wat moeten we hier doen? Oh, je moet helemaal tilten of zo. Wat? Ah, ik zie wel hoe het werkt. Ja. Yeah. Komt vast wel goed. Oh, ik kan niet lekker en op A drukken en op L en R trouwens. Same. Oké. Dan hoop ik maar dat ik je niet te veel hoef te tilten. Fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Ik vind dit helemaal geen leuk level. Niet. Je hebt wel gewonnen anders, hoor. Nee, dood heb gewonnen. Oh. Ik was ook weer tweede, hè? Mijn minigames zijn niet on point vandaag. Bij jou? Of bij mij? Nee, bij mij. Ja, dat kan. Dat gebeurt soms, denk ik. Oh! At night, a wheel determines how much the star will cost. Oké. Okay. Oh, dat is kut. Of... ik weet niet. Is dat voor iedereen is geld? Ja, is voor iedereen. Jij hebt het meest geld. Ja. Nou, Toto ook technisch gezien. Maar... Ga ik dit doen?
is de vraag. Ik denk dat ik hier super slecht in ga zijn. 10 coins kost het. Wow, what the fuck? Bij mij kost het maar 5. Nou, ga ik het niet doen, denk ik. Voor 5 had ik het gedaan. Misschien, maar... 10, nee. Weer geluk, hè, die Milan. Bij hem kost het veel minder. Ja, ik denk dat ook dat is omdat het nacht is. Nou, dan veranderen die dingen volgens mij. Op zich is dat best een leuke mechanic, dat die borden anders zijn in het nacht en dan in het opdag. Vink ook. Wat heeft deze game met letters en woorden? Ja. En, oh. Hier moet je gewoon vaak zo mogelijk tegen zo'n ding aanspringen. Nou, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Dat komt wel goed. Ho. Kom op, Josh. Shit, ik ben geplet. Fuck. Ah, ik ga echt super slecht volgens mij. Ja, nee. Gewonnen. Ja, lekker. Oké, ik zat mogelijk niet naar de score te kijken. Ah, ik was super dus geïrriteerd, want ik werd in het begin alleen maar geplet. Echt gewoon de helft van de game werd ik geplet. Ja, dat is kut. Dat is niet chill. Maar hey, misschien maak ik dan een keertje kans. Laten we dat hopen. Een Goomba. Oh jee. Bedenk even, Sander, als je nu bij de ster komt, dat je gewoon 8 sterren kan kopen. Dat is ziek. Oh, laat maar. Daisy! Coins verdelen? Oh wee, hè. Als dat gebeurt, dan word ik echt boos. Bowser minigame, nee, daar ben ik slecht in. Als je verliest, ben je al je orbs. En over orbs, oké. Dat maar niemand heeft orbs. Ja, dus eigenlijk gaat het gewoon nergens om. Ja. Oké, nee, leuk, gezellig. Gewoon voor de lol. Oh ja, Bowser. Oh, je moet gewoon move. Oké, nou dan zie ik wel waar ik naartoe moet move of waar niet. Je moet achterin komen, alleen je wordt gedizzied. Dus je oriëntatie is... Je control... Ja, de controls zijn echt... Heel vaag, what the fuck? Hè? Oh nee, ik kan het echt niet. Nee, ik kan het niet. Hè? Hier, dit bedoel ik kan dit echt niet. Oh! Net niet ook. Ja, niet dat het veel uitmaakt, maar... Goed. Ja. Gelukkig had ik geen orbs. Ja, dit ging echt helemaal nergens over. Ja, joh. None of you have orbs. Dat zeggen we net 10 keer. Maar ja, je wil niet luisteren en gewoon een minigame doen. Nou, oké. Dan doen we gewoon dat. Al je geld gekozen. Wee. Oeh. Ja, je kan 9 sterren kopen. Ik kom er alleen niet, maar... Dat is een detail. Ja, maar ik moet dus ook opschieten, want als het weer dag wordt... Yep. Dan kost hij dus weer gewoon 20. En als jij er nu komt, kun jij meteen 6 sterren kopen. Dat klopt, ja. Dus ik moet echt opschieten. Ik denk dat... Hey, boys, we horen bij elkaar. Ai. Jump the gun. Volgens mij is deze leuk. Ja, deze is wel leuk. Alleen is wel pittig. Eén iemand staat op die wolk en die moet zeg maar die kogels schieten en de andere moet springen. Ja, oké. Volgens mij heb ik deze ook gezien. Hebben jullie deze niet eerder gedaan? Deze wel gedaan. Ja. Het enige probleem met dit level is dat het springen best moeilijk kan zijn. Oh shit.
Holy damn. Ik ben niet goed in het springen waarschijnlijk. Oh. Ik denk steeds dat ik te ver ga, maar dan ga ik helemaal niet te ver. Ik moet gewoon... Oh. Sander. Wauw, waarom sta ik nou weer hier? Oh. Godver. Ga ik nu weer helemaal aan het begin beginnen? Oh nee. Gaat gewoon... Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nu ga ik lekker, joh. Nee! Fuck. Het nadeel is... dat we heel veel tijd verliezen, omdat ik slecht ben. Fuck! Dat dus. Kijk, die laatste... Oh, Sander. Ik wil dat de risk... Het spijt me, Milan. Het spijt me. Als ik in het begin niet zo verneukt had, dan... Tja. Ja. Wat zal ik daarvan zeggen? Dat weet ik niet dat jij ervan gaat zeggen, maar... 1. Nog 1 turn. Nice. En jullie zijn er natuurlijk al zo, of niet? Ah, dan moet ik wel heel veel gooien. Ja? Ja. Ik denk dat ik iets van 8 moet gooien of zo om te halen. Hij gaat 8 gooien, wedden. Dat is altijd. Wat is dit? Nou, die zou ik wel doen. Ja, het enige probleem is... Ik ben bang... dat als ik hem gebruik en langs de ster kom, dat ik dan langs de ster ga. Ah, boeien, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, ik weet dus niet of dat slim is. Ik denk dat dat even... Waarschijnlijk de ster toch niet. Nee, ik hoop dat haal je ik niet. Het spijt me, Milan, dat ik zo doe, maar... Nee, dat mag wel. Ik bedoel, jij wil ook een keer winnen, dat snap ik. Ja. Ik bedoel, ik heb volgens mij nog geen 1 minigame gewonnen, dus de minigame-ster ga ik niet halen. Dat is waar. Oké, okay, beter. Oh, nu word je 20. Oh, volgens mij in de nacht wordt er gewoon steeds meer. Wow. Steeds duurder, zeg maar. Ja. Maar dan heeft hij nu gewoon 10 verloren. Dan krijgt hij nu 10 geld, of? Hij krijgt 20. Oh, de inzet wordt dan ook verdubbeld. Ja. Ah. Oh, in dat geval had ik hem zelf ook al kunnen doen, maar... Ja, maar het is wel heel moeilijk om 3 juist te hebben. Dat is waar. Sunday Drivers. Zien jullie... Oh, jullie zien helemaal de... Wauw, wat kut. Had je de gameplay niet aan? Ja, die gaat natuurlijk... Die reset de hele tijd. Oh, wat kut. Dat is wel heel kut, ja. Ook voor een eventuele video. Nee. Ja. Nou, misschien dat je nu even een nieuw introotje moet doen. Nee. Ik geef het op. Oké, dit is kut. Dat is de verkeerde. Ja, dit is heel lastig, omdat ik niet zo heel... Nee, dat is niet de goeie. Ik weet niet wat ei is. Ja, dat is balen. Ik moet hier te erg bij nadenken. Eindelijk een minigame gewonnen. Oh, je hebt gewonnen. Was het de eerste die tot 10 ging of zo? Want het staat ook een tijd. Ja. Ah. Maar ik sta nog steeds laatste. Yeah. Ik sta nog steeds tweede. Ik had gehoopt nu eerst te staan. Maar... Oh, het is dag. Star kost 20 coins. Ja, en dan moet ik eigenlijk gewoon zo lang mogelijk, zo weinig mogelijk gooien dat het weer nacht wordt. Als je trouwens wil, Sander, mag je gewoon gameplay van mij gebruiken, hè? Ja, dat kan ook. Ja, we kijken wel even. Mm-hmm. Ik weet ook niet of ik hier nog een aparte video van ga maken. Of dat hij gewoon in een Twitch compilatie komt. Kan ook, maar stel je wint. Ja, als ik win, dan baal ik. Ja, ik vind het zo lastig. Ik wil... Nee, ik ga het echt niet riskeren. Snap ik. Had ik ook niet gedaan, denk ik. Oké, jij kunt nu 2 sterren kopen. Ja.
Ja, ik kan in principe ook 2 sterren kopen, dus ik moet gewoon hopen dat ik in de nacht kom. Ja, maar in de nacht kan die ook 40 coins kosten. Oh ja. Dat klopt. Daar heb je gelijk. Ik vind dit echt wel een leuke map eigenlijk, als ik er zo over nadenk. Ja. Nou, op de... In de andere heb je toch ook wel zo'n soort map, zeg maar. Niet helemaal hetzelfde met die... Aangezien dan geen nacht is en... Dan wordt die dus ook niet gerandomized, maar... Wel dat op één plaats... Een aantal sterren kunt kopen. Of ja, zoveel mogelijk sterren. Ik kan me even niet herinneren. We zitten wel weer bij en elkaar. In DS heb je... Heb je zo één. Okay. Namelijk. Oké, 2 versus 2. Gondola Glide. Gondola Glide. Ken okay, je deze? Ja, deze moeten we echt wel kunnen winnen met z'n tweeën. Het is zeg maar... als je door de B heen vliegt, moet je B spammen. En als je door de A heen vliegt, moet je A spammen. Het is echt super simpel. Als je kijkt naar het voorbeeld, dan wordt het heel duidelijk. Okay. Duidelijk. Ik alleen even goed voor zitten. Dus A spammen zo. Oh, kut, ik deed het verkeerd. Oh. Oh, shit. Ik was te vroeg. Veranderd. Die anderen zijn verder. Hoe dan? Ik spam echt kapot, man. Nou, wat haters. Heb je ze op expert staan of zo? Hun willen nee, alle minigames. Nee, ik heb ze gewoon op normaal gezet. Holy shit. Het lijkt wel alsof hun alle minigames winnen. Ja. Deze gaat ook 2 gaat ook 2 sterren kopen. Ja, alleen het kut is... Oh nee, dood staat heel ver weg, toch? Ja, die staat al ver weg. Ja, dan kan die in ieder geval geen 3 kopen. Maar ja, misschien komt hij er in de nacht en dan is hij straks natuurlijk heel goedkoop. Ja. Dat is altijd. Ah, ik ben blij dat ze geen 60 coins had. Ja. Ah, ik vind dit wel een leuke map. Zeker, zeker. Ik baal alleen dat ik met dat de minigames zo slecht gaan. Dat snap ik. Wat doet ze? Dat is toch alleen maar langer? Ja, misschien wil ze coins farmen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Sure. I guess. Oh, wacht. Dit is de verkeerde kant. Even kijken. Ja, doe maar daar, joh. Oeh, als ik nou even op dat TK-vakje kom. Oeh, 8, dat is veel. Ik denk dat ik bij de ster nu ook al kom. Nee, ik denk dat je er net voor staat. Nou, ik ga het niet doen. Oh ja, ik sta er inderdaad net voor. Oh. Ja, gaat hard. Nee. Oké. Nou, wat voor minigame... Oeh, een lucky minigame. Of een battle minigame. Oh, dat is alleen maar positief voor mij, want ik heb bijna geen geld. Als die boven de 10 uitkomt, is het ook gunstig voor mij als ik win. Ja. Oké, ik moet deze echt even winnen. Welke is niet luck? Volgens mij is er geen enkele luck. Oké. Weet ik het. Al moet ik zeggen dat ik de meest rechtse er het leukst uit vond zien, maar... Hm. Ik denk deze is ook wat te doen. Die meest rechtse had echt waardeloos geweest om op de computer te doen. Oh, gelukkig. Phew. Ik denk dat ik hier niet zo heel goed aan ga zijn. Nou, ik blijkbaar ook niet, want het is blijkbaar moeilijk. Oh, ik heb een 100. Ik heb een 100 geraakt. Oh, fuck. Zolang ik maar geen Bowser raak.
Oké. Oeh, bijna Bowser geraakt, jong. Ja, ik denk niet dat ik deze ga winnen. Ik heb hem gewonnen. Oh, ik sta derde. Fuck. Ja, dat is kut. Nu kan ik waarschijnlijk geen 1-2 sterren kopen. Je zou kunnen zeggen dat dit een goed potje voor me was. 41 coins winst. Nee, ik kan geen 2 sterren kopen. Sad. Gaat ze dit doen? Gaan we weer zo doen, echt. Deze game haalt me echt. Overdag moet je maar 5 coins betalen. Alleen zijn... Oh. Alleen zijn de... Hoe heet het? Prijzen ook maar de helft. Ah. Dus je betaalt... Wat betekent die 0,25 dan? Dat is jackpot als je 3 kistjes hebt, zeg maar. Ah. Dus die wordt aan het eind van de game gewoon heel interessant als er heel veel mensen langs zijn gekomen. Oh, je moet 1 gooien. Dan... Oh, nee. Ja, sure. Alhoewel, misschien had ik het niet moeten doen. Jawel. Nee, waarom niet? Trouwens, tuurlijk had ik het moeten doen. Joes, ik wil meer kiezen. Het lukt niet. Fuck. Ah, ik haat... Deze game haat mij echt. Gewoon alle Mario Party games hebben een hekel aan of zo. Begint het nou al? Ja, nee, maar dit is toch zo? Ja. Ik ben boos. Dat merk ik, ja. Moet ik ook nog betalen voor die bitch? Voor die bitch wel, ja. 10 coins. Hoe lang blijft het nog dag? Nog 1 beurt hierna, denk ik. Ja, doe je dat? Holy shit. Had ik niet verwacht. Ja, als hij straks 5 coins is, dan... Ja, aan de andere kant, ik heb ook heel weinig coins, dus... Misschien was dat misschien niet zo slim, maar... Dit is een beetje jammer. Ik denk achteraf dat ik ook naar boven had moeten gaan. Oh, nee. Die gaat er 2 kopen ook. Ik sta weer laatste. Dat is hoe het gaat in Mario Party. Dat klopt, ja. Ik die laatste staat om bullshit redenen. Je kan het, Sander, we geloven in je. Ik ben opgelicht. Nu al? Ja. Ah, ik ben met dood. Wat een avondstoot. Ik ben het ook met Daisy, dus. Garden Grab. Dit is waarschijnlijk echt zo'n kut minigame. Nee, oké. Okay. Dit is spammen welke knopje hier voor je staat. Oké. Okay. Nou, ik ga ervoor zitten, boys. Ik weet alleen welke knop. Oké. Okay. Oh, dit is niet spammen. Ik dacht dat je dat zei spammen. Ik ook, ja, dat dacht ik ook. Wat? Hoezo? Ik spam toch? Bruh, bruh. Ik weet niet welke knop het is. Ja, die dood die is gewoon ja, aan kut, hoor. Ik wist niet welke knop X was. Dus dat is echt kut. Top, hou zo. Nee, ga. Oh, maat. Ja. Soms heb je dat. Ik sta wel eerste. Het is nu nacht, toch? Oh, het is al nacht. Oké. Okay. 40. Please laag. Alsjeblieft. Oh. Ja, dat had ik wel verwacht als ik heel eerlijk ben. Ja. Wauw, Daisy.
Ik moet ook laag gooien. 1. Nou, dat dan weer liever niet. Ja, als je hem nou daar opzet op die rode en dan 1 gooit, dan krijg je gewoon geld. Als je 1 of 2 gooit, krijg je nou gewoon geld. Wee joe! Well, 5 coins. 3. Oké, okay, dat vind ik aardig gunstig. Nee, geen shop. Oké. Okay. Nou, dat is aardig gunstig. Dus dan moet ik wel even de volgende minigame winnen. Ik hoop dat wij dan bij elkaar zitten. Dan maak ik nog kans. Nou, wij hebben ze alle. We hebben de 2 keer dat we bij elkaar zaten, hebben we verloren. Oh. Maar ik hoop het ook zo. Oh, dat kan sowieso wel niet. Want ik ga of met Daisy. Of het wordt een 4-player minigame. Ja. Yeah. Het wordt een 4-player minigame. What the fuck? 7 coins? Heerlijk. Toad staat nog niet genoeg voor, joh. Oh, Toad staat echt nog niet genoeg voor. Want jij staat eerste. Zoals gewoonlijk. Godmonde u. Ja. Oh, als het een battle minigame is. Ze noemen dat skills. Oh, money belt. Is 3 tegen 1 dit, toch? Oh, nee, niet. Huh? Oh, ja, dit is wel grappig. Je kan in de röntgenstraal zien wat er in die doos zit, zeg maar. Oh, oké, okay, dus je moet heel erg opletten. Alleen je moet dan onthouden. Oké. Okay. Coin. Ja, maar ik weet niet of ik... Oh, nee, oké, okay, die moet ik dus niet pakken. Ja, nu heb ik niet opgelet. Fuck. Oh, ja. Ik ga gewoon... Fuck it. Oké, okay, ik weet niet. Ja, 18. Oh, jij hebt gewoon 18 coins, holy shit. Ja, op een gegeven moment zag ik een bom voorbij komen. Ik denk, weet je wel, ik ga ook gewoon niks doen totdat ik zeker weet dat er een coin komt. Verstandig. Ja. En, ja, je wint toch altijd wat je krijgt, dus... Mm-hmm. Enige nadeel is, ik kan nu 1 ster kopen. In plaats van 2 als het nu gewoon dag was. Maar ja, dat zijn keuzes. Ja, ik had ook kunnen houden nu. Kun je ook go back? Ja. Ik weet alleen niet of dat slim is. Nou ja, het enige wat kan gebeuren is dat je geld kwijt gaat raken. En als je een rondje wil maken, moet je wel onthouden dat je 10 coins moet betalen bij die Twomp. Dus dat is iets waar je... Maar ja, weet je, dan kan je het volgende rondje alsnog gewoon die ene ster kopen. Dus het is net wat je zelf wil. Oh, nee. Heb ik nu de ster gekocht? Nee. Oh, nee, niet. Oké, de vraag is, ga ik nu dat rondje maken? Je krijgt geld bij Toad, denk ik, als het goed is. Als het goed is, krijg je op krijg die... Krijg geld. Ja, want dat is zo'n Goomba ding. Volgens mij krijg je dan geld. Ja, maar als ik op... Oh nee, dat is niet die rode, had ik hem opgeplaatst. Vooruit, ik vertrouw op je. Tien, yes, oké, okay, daar ben ik tevreden mee. Nou, graag gedaan voor de helle. Oh! Jij! Ja, sorry, ik dacht het oprecht. Ik wou echt niet lullig zijn. Ik wou echt niet lullig zijn. Ik was ervan overtuigd dat het zo werkte. Vooruit. Wat is dit? Star Shuffle? Wow! Wat een boeltje. Nou, ik heb er nu al geen zin meer in. Kunnen we niet iets anders doen? Wat een haatzander. Ik moet hem eerst nog zien te vinden, hè. Ja, dat is hartstikke makkelijk, zo'n shuffle. Oh, never mind. Oké. Ik ben gewoon een ster kwijt. Oh, je bent of je ster kwijt of je verdriedult hem? Ja. Ah, wat een bullshit. Nou,
nee, dit. Wat echt weer nergens op. Echt weer nergens op. Stop by any time, nou. Oeh. Oh, een duel. Ja, doe maar voor een ster, joh. Ga je nou serieus niet voor de ster? Ja, nee, die 40 coins moet, kan hij, dus voor zijn ster. En nu, ik kon kiezen voor zijn ster en voor mijn 40 coins. Of allebei een ster. Dus ik heb nu allebei een ster gekozen. Omdat ik met die coins misschien meer sterren kan maken. Snap je? Ah. Wauw, dat vind ik wel bullshit trouwens. Dat je voor 40 coins gewoon in kunt zetten tegen één ster. Dat is wel heel veel, Mario. Oh god. Even kijken. Oh. Ah. Je moet een C. Maar wat is de C? Ik weet het ook niet. De vorige keer dat ik met die C-controle iets moest doen, Ik ga heel even checken, ja? Even kijken of ik het kan. Oh, ik kan het niet checken. Dat kun je niet checken, volgens mij. Ik ga heel even kijken of ik het op Google kan vinden, ja? Weak shit, dude. Ja, dat heeft niks met weak te maken. Jawel. Zwak. C-stick. IKJL. Oké. Okay. Nou, dit wordt helemaal niks. Heb ik al door. Ik moest eventjes iets zeggen in de chat. Oh, dit is wel moeilijk hoor. Ja, lekker. Dit is echt niet te doen. Dus nu staat het 3-3? Qua sterren? Nee. Ja, volgens mij wel. Nee, niet. Nee. Oh, 3-2. Ja, 3-3. Ja. Oh, dan krijg ik zo'n minigame ook, hè. Oh. Kijk eens in de chat. Ja, ik had het gezien. Ja. Ik vond het helemaal niet zwak, want het was alsnog gewoon fucking moeilijk met het toetsenbord. Ja, nee. Ja. Oeh, die jackpot. Oh, maar de inkomsten zijn ook verdubbeld, hè? Ja. Yep. Oh. Oh, wacht, ik ben blij, want Toby hoeft ook helemaal geen jackpot te krijgen. Nee. Wat is dit? Oh, nee. Het gaat gunstig zijn, wedden. Och. I said it. Het gaat gunstig zijn, toch? Ja, dat ging het. Fucking hell. Oké, ik moet deze even winnen. Circuit Maximus. Circuit Maximus. Volgens mij is die heel moeilijk, of niet? Je moet hier eigenlijk gewoon zorgen dat je als eerst bij het eind komt. Dat is het. Oké, waarschijnlijk is dat fucking moeilijk. Waar ben ik? Fucking hell. Ja, ik moet... Ik ben nog invincible. What the fuck? Oh, je moet... Ik moet eerlijk zeggen, ook dit maakt de computer niet veel makkelijker. Ik dacht dat als je op die pijltjes kwam, dat ze dan automatisch gingen bewegen. Maar dat is gewoon, van deze kant moet je op. Ja. Ja, dat is flauw. Finish. Ah, jij weer. Tuurlijk. Ik was zo close, volgens mij. Easy win. Easy win, houd toch op, man. Lul. You mad, bro? Ja. Oh. Oké. Okay. Eetsie. Gaat zij ook 3 sterren van haar 1 ster maken? Dan staat ze wel eerst als ze dat doet. Ik hoop het dan. Oh, trouwens, jij gaat nu ook sowieso de minigame ster winnen, denk ik, want dat gaat op ja, coins. Ja, ik heb die battle minigame gewonnen. Ja.
Maar dit is toch niet bij te houden, dit? Ik had zo... Okay. Jawel. Ik... Jongen, jij deed dat met zieke tactics. Je had je hacks ingesteld, okay, zodat je die kon vinden. Ja, ik wou zeggen, ik wou net zeggen van... Nou, hier geef ik je gelijk dat ik echt dik geluk had. Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens, hoor. Ha, lekker voor je, bitch. Dag, Ster. Maar opgeef geld. Volgens mij kom ik op jouw vakkie. Tuurlijk. God voor de tyfus. Oh, orbs. Oké, dat mag. Beter is dit nou een blauw vakje. Ik zit op A te spammen, maar dat moet jij doen. Nou ja, blijkbaar moest ik dat doen, ja. Oh, dat werkt zo niet. Nevermind. Huh. En dat wou ik eigenlijk niet zien, maar dit is X dan. Oké. Okay. Ja, je gaat niet veel mensen pasen. Nee. Waarom wilt hij niet? Oké, okay, wacht, we doen wel dit. Was dat niet waar je hem wilde hebben? Nee, dacht van het zal wel. Oh nee. Wat is dit? Ja. Is dit weer bullshit? Dit is waarom ik... hier heb jij een clip van gemaakt. Ja, dit is dus de flipperkast. Ja. Fuck, man. Daisy. En? Oh jee. Hit. Ja, dit is kut. Oeh. Ja. Nou, dit ga ik ook al nooit meer kunnen winnen, dit potje, volgens mij. wat kut dit. Ja, sure, koop. Alsof je niet al eerste stond, maar... Oh, wacht, daar staat ook niet eerst. Nee. Nou, man. Oh, ik zie nu dat het maximum aantal sterren dat je kan kopen 5 sterren is. Ja. Dus je kan niet als je 100 coins hebt en hij is 5... en hij staat op 5 coins, zeg maar, dat je dan 20 sterren kan kopen in één keer. Dat is niet zo. Jammer. Dat zou ik wel super grappig vinden. Ja. Ja, maar dan ga je gewoon een rondje lopen en dan de volgende keer heb je hem. Ga alsjeblieft Luigi battelen en dan eventjes niet verliezen. Ho. Waarom doet hij... Oh, hij heeft natuurlijk geen 40 coins meer. Nevermind. Nu zul je zien dat hij gaat verliezen, hè. Let maar op. Ik hoop het. Lunar Tix. Oké, die is wel leuk. Ik hoop in ieder geval een minigame die ik kan doen. Wat? Wat moet ik doen? Oh, die is wel leuk. Ja, je moet dus... De timer gaat naar 0. En jij moet zorgen dat je op 0 eigenlijk landt. Zo dicht mogelijk bij 0. Wow, dus eigenlijk moet je gewoon afwachten wat Toad doet. En dan kun jij makkelijk... Ja. Alleen ik weet dus niet of je met A ervoor zorgt dat je juist sneller gaat of juist niet. Ja, dit ga je easy winnen. Finish. Wat een bullshit is dit weer. Nou, nu heb ik gewoon mijn eigen sterren. Die Toad die kan echt niks. Nee, maar dit staat echt nergens op. Die Toad, die gaat op 3 seconden denkt hij, ja nee, dit haalt Luigi nooit in. Hoe dan? Hoe debiel ben je? Goed, wat is de volgende minigame? Throw me a bone.
Nee. Je zit... Oh, oké. Okay. Je zit op zo'n chain chomp en dan moeten we eigenlijk de overkant halen door echt een bordje vooruit te gooien en dan volgt hij je, zeg maar. Ja, dan ga ik sowieso ook verliezen. Oké. Okay. Ja, ik weet al hoe dit gaat. Oké, je moet natuurlijk zo min mogelijk van die pilaren pakken. Ja. Ah, fuck! Hoe dan? Dat sloeg echt nergens op, man. Nou, wat een haat dit. Nou, het gaat bij mij ook echt slecht. Het lijkt wel alsof... Of het mijn timing niet helemaal lekker is. Ja, mijn timing lijkt al een beetje achter te lopen. Ja, dat zal wel weer die buffer zijn. Oh, mijn timing loopt achter. Oh, hey, ik loop ook Menti, niet zo lekker, leuk dat je er bent. Sander is weer salty omdat hij niet kan winnen. Het is weer zover. Nee, dat is het niet. Het is weer gewoon bullshit. Hij heeft zo net zijn sterren verdriedubbeld, hè? Ja, ik ga zo even 5 sterren kopen, ja? Ja, jij kunt ook weer 15 sterren kopen in één keer. Ik kan nog niet eens 2 sterren kopen. Ik kan nog niet eens zorgen dat ik tweede sta gewoon. Sad. Oh jee. Oh, beter gaat ze jou duellen en dan voor geld. En dat je dan flinkhard verliest. Dat kan niet, want zij heeft geen geld. Ah ja. Nou, dan hoop ik dat je die ster verliest. Wat een haat weer, Sander. Ja, en terecht. Deze game haat mij, dan haat ik terug. Oh, Ozone, deze is echt leuk. Ah, kutzooi. Oh, het is niet degene die ik dacht dat het was. Oh, deze is best lastig. Deze ga je makkelijk winnen van die gozer. Oh, en de minigame gaat weer raar doen. Ja, ik heb bij mij is het ook, ja. Oh, nu niet meer. Oh, ik heb niet opgelet. Shit. Oh. Wat? Ik moet toch zoveel mogelijk ground pounden? Oh, Daisy. Kom op. Ah, Daisy! Ah, mooi in, hè. Minigame. Nee, weer dat is niet gewoon, waar. Hè? Dat is niet waar, want je kon van tevoren zien waar alles zit, maar ik had niet opgelet. Dus ik had nu wel geluk, maar dus het is niet luck-based. Nee, de game is niet luck-based. Ik had gewoon geluk. Jij had op een luck-based manier gewonnen. Ja, dat klopt. Dit is toch weer bullshit. Nu heb je 5... Dat kun je nooit meer inhalen. Oh, dit ben ik. Ik zit gewoon A te spammen. Nou ja. Maakt toch niet meer uit. Jude. Wie is wie? Oh, ik ben Luigi. En Sander is Yoshi. Staat er bij mij ook in beeld. Sander, je kan best nog winnen als je je best doet. Ik vind het bijna zielig, Sander. Ik vind het bijna zielig. Nee, mijn bal, rot op. Ik ga je bannen. Als je het nog een keer doet. Wat doet hij? Ja, hij doet een doe is lief. Oh, doe is lief. Net nu, nee. Nee, goed zo. Hé, hey, hoezo krijg ik dat op mijn mobiel trouwens niet te zien? What the fuck? Verdinning, chat verbroken. Ah. Sad. Ik kan ook nooit op die technologie aan. Granite Getaway. Alsof dat uitmaakt welke game het is. Jij gaat toch wel winnen. Sander, doe nou niet zo. Zo is het echt niet leuk. Gewoon leuk blijven doen. Kom op. Oh, je kunt ook move, oké. Kut, Yoshi. Huh.
Je hebt Toad! Toad, druk me weg! Ja, Toad was bij mij ook al, ook al aan het kutten. Fucking hell, nee. Daisy, flikker op! Vieze bitch dit. Daisy! Lekker voor je, vieze bitch. Tuurlijk. Milan is gewoon e-sports in deze shit. E-sport cheater, ja. Oh, ik kan niet slecht tegen ze verliezen, hè? Nee, maar wel als het zo gaat, ja. Ik wil best verliezen, maar niet op deze manier. Niet dat jij weer allemaal luck-based shit krijgt en ik nooit. Of ja, ik al het ongeluk heb. Ja, sure. Hoe lang is het nog dag? Dat kan je zo meteen zien als we op start. Wacht, ik druk al op start voor jou. Na deze beurt is nog één. Ja, dan ga ik natuurlijk weer die ster gooien. Voordat het nacht wordt. Kutzooi. Yes, lekker voor je bitch. Wow, wat een haat. Boeit me niet. Toad mag niet winnen. Gelukkig mag ik wel winnen. Ook niet. Oh. Wie mag er dan wel winnen? Ik. Nou, we hebben het hier niet over... over utopieën. Ga je nou zo doen? Oh, dit is wel geluk, omdat dit gaat op trailfunctie en we hebben geen trailfunctie. Ja, nee, maar alsof... Oh, dan ga ik weer ongeluk krijgen, sowieso. Hoe doe je dat? Oh, ik dacht dat jij eentje had. Ik zit in de groene... Wow, yo, hoe doe je dat? Ja, ik doe ook maar wat. Ik druk gewoon de hele tijd op A. Die jongen heeft er gewoon al twee. Oh, Toad heeft de gouden. Ja, tuurlijk. Moet je per se in dat zand, of... Nee, ik kan over de, over de hele ding. Ja. Nou. Sander, je mag ook niet winnen. Denkt ook alleen maar aan zichzelf. Sander, bah. Dat zegt hij. Munt hij. Nu maak je Sander nog saltiers. Een munt hij. Alsof het mij uitmaakt wat Munt zegt. mij boeit het niet wat losers zeggen. Oh, wat een haat naar Munty. Munty, voor mij ben je geen loser. Hé, hey, hij heeft het er zelf nagemaakt. Hoi nou! Oh, dit ben ik. Ben jij? Sjong, wat een loser. Wat ga je kopen? Oeh, het zou nice zijn voor je als die zometeen 5 coins wordt. Kan ik weer niet. Even kijken. Wel ja, we gaan het nog maar dan proberen. Alsnog, dan kom ik er niet. Nooit meer. Oh. Hoe dan? Jij krijgt altijd... Jij wint ook altijd met dit. Hoe lucky ben je? Monies! Jezus, wat gooit die Toad veel elke keer.
Nou, in het begin was dat anders. Ja, dat is waar. Same is lame. Aha. Ja, en weet je wat hetzelfde is? Dat jij altijd wint, dus dat is lame. Sander, doe even weer gezellig. Oh, dit is... Nee, dit is gewoon waar. Dat is wat de game zegt. Je weet nog hoe dit level ging, hè? Ja. Kun je X en Y niet gebruiken of zo? Nee. Oh, dat wist ik niet. Stond net bij de beschrijving die je aan had gezet. Oh ja, dat ging. Hoezo zijn wij nou weer grijs? Grijs? Oh. Bij mij was... Nevermind. Bij mij was er net... toen Toad het aanklikt, of toen, toen er iets aangeklikt werd, toen waren wij grijs en... Oh, what the fuck. Daisy en Toad... Wojo, dat je zo kan winnen. Maar dit is ook puur luck. Yep. Godverdatieves. Hoe moet ik nou weten wat iemand anders doet, joh? Niet, dat maakt het juist zo'n grappige game. Godverdomme. Ik had A moeten doen. Oh nee, ook niet. Nee. Ik had R moeten doen. Ja, maar dit is... Met z'n vieren kan je gewoon met z'n allen winnen om gewoon elke keer af te spreken welke knop je indrukt. Nee. Want ik zou me daar echt niet aan houden. En ik denk anderen ook niet. Vooral Daan zou ik me er niet aan houden. Oh, Sander! Mensen, nog iets. Je kan 5 sterren kopen zo. Ja, ik zou ook niet laatste, wat kut dit. Ik wil ook een bonus. Oh, dit is wel leuk. Ja, monies. Oh, wel, ja, dat is voor iedereen, dus dat is kut. Mm-hmm. Maar... Dit gebeurt bij Mario Party 4 ook altijd ook heel vaak. Ja! Lekker voor je, Daisy. Dat vindt hij leuk, hè? Hé, nou, daar komen de sterren, hoor. Ja, maar dan win ik nog steeds niet, hoor. Dat klopt. Maar je hebt wel opeens 6 sterren. Als je nou nog wint, hè, Sander, dat zou echt fucking goed zijn. Want er is nog best kans als je met battles of zo tegen mij moet. Ga er niet vanuit, man. Poch. Best of luck to you all. Ik ga het nodig hebben. Nu is de vraag, kan ik wel sowieso nog een extra ster kopen? Ja. Als ik dit doe. Hey, moet ik er wel op tijd komen. Anders moet ik... Ja, dat... Dat is wel risky. Je krijgt 9 coins terug, hè, als je die kant op gaat, want je komt op blauw. Dat is waar. Of we moeten een orb leggen, dan maar volgens helemaal. Mij niet. Volgens mij ligt er geen orb. Nee. Nou, als dat zo is, dan is dat van mij... Ja, dat is mijn eigen orb, yes. Dat is keer 3. 5 keer 3. Ja, dat is chill. Oké, boys. Ik heb er hoop in. Ik heb de hoop weer terug. Oké, let's go. Wat? Nee, alweer als je mij nu raakt. Oh, huh? Kan je dan niet kiezen? Ha! Dat is bullshit. Oh, dat is nice voor mij. Nee, oké, maar wees eerlijk. Dat is wel bullshit. Dat is bullshit, maar dat is wel nice voor mij. Ik doe niet moeilijk, zeg maar. What the fuck is dat voor onzin dan? Inmiddels niet zo salty doen. Kom op. Ja, maar jij kan gewoon zo 4 sterren kopen, Sander. En dan sta je gewoon weer gelijk. Ja.
Wat is dit voor een bullshit, zeg. Toad, please. Moeten we dit ook per se bekijken? Yeah. Kunnen we niet gewoon zien van, hé, hey, hij heeft gewonnen? Helaas moeten we dit bekijken. Sander, die 2 bij jou is wel de beste plaats. Als jij 1 staat, zijn mijn ogen blind. Want ik ben gewend dat Milan op 1 staat. Ja, snap ik wel, Menti. Nou, maar Sander die liep net zo te zeiken en te janken. En zometeen staat hij gewoon weer gelijk. Dus er is weer niks aan de hand. En nu hoor je hem niet meer hoor. Nu is hij niet meer aan het zeiken. De game is nog steeds oneerlijk alleen. Oh ja. Ah, nu in mijn voordeel. Ah, wat een bullshit. Als ik 5 extra punten kan halen, dan vind ik het best. Move. Dat kan ik op zich. Wat oh, het is in duo vorm. Oh, oké. Okay. Oh, maar Toad moet move. Oh, wat kut. Oh, nu moet ik move. Ah. Oh, ik ben hier wel slecht in. Maar oké. Okay. Toad! Ben je debiel of zo? Heb je... Oh, dat mag natuurlijk niet op Twitch. Ja. Dat heeft hij. Een groot motionspel. Veel heeft hij volgens mij. Ik hoop echt dat je te weinig hoort zo. Oh, dat is mooi. Dan krijg ik meer. Volgens mij is er namelijk nog een nighttime hierna, dus ik kan sowieso dingen kopen. Ik moet wel eventjes echt veel gooien het liefst. Dan kan ik misschien nog een keer... Oh. Alle geld kwijt, alsjeblieft. Niet equal. Niet equal coins. Niet equal coins. Ja, maar dan heb je... Dan krijg je er sowieso alsnog 25. Dus dat maakt niet uit. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, dat hij moet zeggen van als je verliest, raak je al je coins kwijt of zo. Hier. Ik hoop echt dat jij verliest. Nee, niet Dizzy. Niet Dizzy. Pitboss. Ik weet niet wat het is. Beter is dit. Ah, please. Move. Oh, dit gaat kut worden. Ik hou hem even. Al their coins ook gewoon. Kun je ook zien waar die landt? Oh, Kun je ook springen? Nee. Oké, okay. En moet je dit gewoon volhouden totdat je de laatste bent ofzo? Of? Ja, als het goed is. Oh! Gast, wat doe je? Gast! Oh, ik ben dood. Laat me terug. Ja! Godverdiefus. Godverdiefus, kut. Maar ik ben ook al mijn coins kwijt. Ja, dat boeit me niet. Ik had net coins om... Om jou in te halen. Hier, dit bedoel ik. Elke keer als er ook maar iets mee zit, dan zit het daarna gelijk direct tegen. Is toch zo? Mhm. Ja. Dat heb jij niet, hè? Jij hebt altijd... Bij jou zit het altijd direct mee. Als ik tegen jou speel, wel, ja. Ja. Oeie. Maakt het niet uit. Je maakt daar gewoon een heel Yoshi-territorium. Volgens mij zijn het ook allemaal die Goomba's. Oh ja, tuurlijk. Och, dan krijgt hij weer 15 coins. Kan hij er zo weer 4 kopen? Wat een bullshit weer. En maar janken weer. En dan hoor je hem weer niet. Nee. Nou, jij komt er ook nog eerst. Oh nee. Nee. Hé, hey, Jordi. Ja, Milan is salty. Ik ben helemaal niet, salty. Ah, ik... die hele rant van zo net, dat was aardig salt. Nou, ik ben vooral salty, omdat jij zo salty bent, terwijl je gewoon elke keer gewoon weer terug kan komen, terwijl je daar niks voor hoeft te doen. Elke keer word ik genaaid, als ik ook maar iets van iets gunstigs heb gekregen, dan word ik daarna direct genaaid. Maar verder is het wel een leuk spel.
Nou, dat weet ik nog zo net niet. Oké, misschien wel. Wat moeten we nou doen? Moeten we... Oh, we moeten die bal... Oh, deze is kut als je... Vind ik echt kut als je in eentje bent. Ja. Fucking Yoshi. Doe nou even normaal. Oké. Okay. Jij bent Yoshi, dat weet je. Ik mis wat mijn GameCube controller zo erg. Wat doet Daisy? Even serieus. Chillen. Nou, debiel kun je eerder zeggen. Fucking... Hoe dan? Oh, ik mis de GameCube controller zo erg. Ja. Oh. Ja, maar dat betekent niet dat ik daardoor niet win. Jordi zegt van, moest je gisteren zien, Sander? Toen was hij sweet. Was ik sweet gisteren? Nou, gisteren heb ik ook wel een paar keer gevloekt, hoor. Ik doe nu op Jordi's kanaal doen we Mario 3D World en dan co-op. En dan ben je zo met z'n vieren in zo'n level. En dan kan je zeg maar winnen door de hoogste score per level te halen. En dan gaat het er soms wel eens hard aan toe. Oh, je krijgt nog meer geld. Nice. En terecht ook een keer. Ik hoop echt dat je te weinig gooit zo. Nee, dat kan toch niet? 20, ja. Dat is goed. Je kan gewoon 1 gooien zo. Nee toch, ik sta er toch eentje voor. Oh nee. Oh, 1 of 2. Hier, dit bedoel ik altijd als het mee zit, dan zit het daarna direct tegen. Ik vind het zo oneerlijk. Dit slaat echt nergens op weer. Ja, dat snap ik. Ik snap je wel, Sander. Ik zit nu elke keer te kutten, maar je wordt wel echt genaaid. Dit keer vind ik dat je echt gelijk hebt. Maar we kunnen hierna nog gewoon nog een potje doen en dan gaat alles goed komen. Nee. Het gaat een keer gebeuren, Sander, dat je gaat winnen. Nee, ik ga hierna iets anders doen op stream, denk ik. Oké. Oeh. Ik ga mezelf niet langer martelen. Perfect, ik vind martelen dus niet chill. Ah. Is dat nieuw? Nee, eigenlijk niet. Wij moeten die grote kamer dusten en Toad die kleine. Ik snap er geen hol van, maar ik doe wel gewoon wat. Oh, je moet dingen schoonmaken, oké. Oh, ik zit Daisy. Naar Luigi te kijken. Godverdetiefes. Daisy. Ja, Toad gaat het hartstikke hard winnen. Ja, oh sorry, ja, dat is mijn schuld. Wacht. Ja, Daisy zit ook te kutten. Ja, Daisy. Ik vind best dat je die doet, maar je ziet toch dat ik erbij sta. Je kunt dan toch naar die ander lopen. Mag ik dood? Ja hoor. Voor mij wel. Ik kan wel gewoon 2 sterren kopen zo. Deze niet. Hé, dan moet ik er nog 425 of zo wil ik jou inhalen. 425. Staat gewoon maar 2 sterren achter. Als hij gewoon 2 bonussterren krijgt, dan heeft hij gewoon gewonnen. Bonussterren, hoe wil ik dat gaan doen? De most unlucky? Ja, die bestaat zeker weer niet. Nee. Dus... We zitten waarschijnlijk ook al in de laatste 2 turns of zo. Ja. Ja, dus het gaat ook nooit meer lukken om dan nog een keer hier terug te komen. Met genoeg money. Oh ja, maar bij ons is het ook best wel goed te doen, Jordi, met Mario. We hebben er...
bij van die levels waar heel veel enemies zijn, hebben we er wel een beetje last van gehad. Maar ik vind niet dat we daar constant elke keer last van hebben. Wauw. Oké, Toad, kom op. Dat wilde ik op zich eigenlijk niet, maar... Oh, nu kan je hem niet kopen, lol. Oh, wat? Oh, ja, ik kon hem nu niet kopen, omdat hij net 10 dingen heeft verloren. Ik sta wel gewoon tweede. Oh, nu als je op hetzelfde vakje komt, dan moet je... Oh ja, dat is ook zo, ja. Oh, om 2 coins. Moeten we hiernaar gaan zitten kijken ook nog, hè? Voor 2 fucking coins. 4 in totaal. Nou jongens, ik ga even shiny hunt starten. Nou, dan kunnen we wel de chat even weer lezen. Al met al vind ik online wel goed, maar als het niet goed is, dan is het ook echt niet goed. Nee, dat klopt. Ik kan chat hebben. Oh, dat is wel een leuke minigame. Weet ik niet. Ik wel. Dit is wel leuk. Ja, ik had hem eventjes niet gezien, want ik was eventjes gealtapt, zoals ze dat noemen in het Nederlands. Goomba! Ik zie Goomba! Oh, ze zitten ook echt... nog eens naar de bielen te kijken, jezus. Ach, gelukkig is het voor een welverdiende 4 coins. Echt, hè? Nee, 2 coins. Was nou, het lijkt wel alsof ze het expres doen. Ja, kijk, maar het is natuurlijk nu wel heel spannend, want het gaat gewoon om zowat je hele bezit, zeg maar. Ik bedoel, die 2 coins. Echt, ja, weet je... Dat maakt het wel spannend. Kijk, als je nou dacht van, ja, dit gaat om 3 sterren of zo, dan dacht je van, ja, waarom zit ik hier naar te kijken? Maar dit gaat om 2 coins, hè. Dit is super belangrijk gewoon. Finish. Lekker dood. Ja, ik weet niet voor wie ik ben, maar... Voor 4 coins heeft wel maakt gewonnen. Niet uit. Nee, vind ik ook. Oh, Jordi vond het trouwens een accurate titel van mij, hè? Ja. Ja. Tegenstelling tot een of andere hater op het internet die ik ken. Maar goed, daar hebben we het niet over, want we zijn hier met positive vibes. En die gast, die geeft echt geen positive vibes, kan ik je zeggen. Oeh. Oh, ik ben er maar eentje. Oké, ik moet move. Oh nee, wacht, ik ben Joshi. Bijna weer Luigi. Oh, dit is voor coins. Of zo. Dit is zeker voor coins. Hebben we deze niet eerder gehad? Ik heb deze met Justin gedaan. Ik dacht dat wij deze ook al eerder hadden gespeeld. Nee, we hebben deze nog niet gedaan. Ja, maar ik zit naar Toad te kijken. Echt. Dit is ook weer zo kut. Dan ben je met die computer en dan beuken ze je zo dat jij in een gevarenobstakel komt. Ja. Mm-hmm. Zeg maar, ik was mijn enige hoop. En die is dus ook verloren. Ja. Omdat de computer mij haat. Lekker Daisy. Ah, ze heeft ook al 2 coins gewonnen. Dus die 9 die kan er wel vanaf. Oh nee, ze had het niet gewonnen. Even. Doe jij eventjes die jackpot binnen, Harker. Ja. Dit! Zo net was het... Ah, nou ja. Ik ga voor de coins. Ah! Balen. Ik zat op de mushroom te letten, want ik dacht, daarna komt hij. Ja. Maar dat is schijnbaar niet. Ze maken schijnbaar niet hetzelfde rondje. Heel flauw. Weer. Zit er nog geld in? Nee, natuurlijk niet. Nice! Ja, helaas niet genoeg om dan nog ook nog bij de ster te komen, maar. Oh, boe. Ik denk dat ik die kant voor de zekerheid moet oplopen. Wil je niet op mijn vakje staan? Nee. Nu heb je me beledigd. Als we nu gelijk... Ja. Als we nu gelijk eindigen, dan heb ik de meeste coins. Ja.
Maar ik sta tweede. En Toad en Daisy kunnen me amper... Die kunnen jou niet meer inhalen. Move. Oké, gewoon move. Dit vind ik wel echt een geniale minigame trouwens. Weet ik niet. Ja, nou ja, dat vind je, dus dat weet ik eigenlijk wel. Nu, maar... Dit is leuk als je in je eentje bent. Alleen zijn de computers soms lastig. Toad! Nou, we hebben geen last meer van Toad. Dat scheelt een hoop, kan ik je zeggen. Oh. Nice. Milan, had je eigenlijk al aan Sander... Heb je het al met Sander gehad over de Excel-sheet die ik gisteren had doorgestuurd? Nee. Jordi heeft echt een Excel-sheet doorgestuurd van al zijn series die heeft lopen. Daar word je echt bang van. Wat? Dan ben ik benieuwd. Ja, nou, misschien wil die hem ook wel naar jou sturen. Ik vind dat je nog best dichtbij bent, hoor. Het kan nog gewoon nog spannend worden ook. Ja, klopt. Nee. Het is vooral gewoon dat ik de hele tijd genaaid werd. Mm-hmm. Ja, minigame star heb jij. Oh ja, dat heb ik sowieso gewonnen. Nou, orbs heb ik niet gehad. Die, jij hebt al die vakjes, die is sowieso voor jou. Niet? Oh, dan gaan we zo even kijken. Ik dacht dat jij er best wel veel had gedaan. Nee, dat valt wel mee. En de action shot die zou best voor mij kunnen zijn. Ja, dat denk ik wel. Ik heb nog geen één keer op een groen gekomen. Ik word dood. Dus... Twee winnaars. Ah, oh, nice. Ik ben tweede. Daar ben ik tevreden mee. Nou, dat is fijn om te horen. Ik dacht dat ik meer genaaid werd. Op een gegeven moment. Nou, allebei onze titels van de stream waren wel accuraat. Mogelijk. Nou, ik vind tweede niet echt verliezen, maar... Nee, oké. Okay. Even kijken. Oké, de minigame had ik wel gewonnen, ja. Ja. Orbs. En anders had Totem gewonnen. Hè? Ja, die had jij heel veel, maar de orbs, dat is die helemaal links daar. Daar, die. Ah, ja. Ja. Yeah. Nou. Tja. Nul dikka's. Dat was hem. Jij wil niet nog eentje doen? Vooruit. Nice. Oké, we gaan er nog één doen. Dan ga ik wel even wat drinken pakken. Ja, dan ben ik zo terug.